Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. We gaan vandaag een Berliner Weisse reviewen van... Even kijken. Mad Scientist. Ja, je kent de brouwerij waarschijnlijk wel. Komt uit Hongarije. Budapest volgens mij, om precies te zijn. Dit bier komt bij Hop House vandaan. Waarvoor dank. En het is een kiwi, hun kiwi insanity, een triple fruited kiwi smoothie Berliner Weisse van 3,9%, dus lekker laag in het alcohol. Het is echt super mooi weer. Ik kom net uit mijn werk en ik dacht, ik ga gelijk lekker beginnen met een Berliner Weisse. Altijd lekker in het zonnetje. Deze video wordt dus ook mede mogelijk gemaakt door Hop House. Waarvoor dank. Kan ik hierover zeggen? De ingrediënten. Water kiwi, dus er is echt kiwi in. Malted barley en malted wheat, hops en yeast. Ja, ik hou wel van een lekker laag alcoholisch bier. Zeker met deze temperatuur. Dit nu is echt, het is echt ongelooflijk lekker weer. Ik hou ervan, ik ben niet de grootste zonaanwinner. Lig ook niet uren in de zon. Nee, dat is niet echt mijn ding. Ik ben meer van erop uitgaan en dingen doen in de zon. Dat vind ik echt geweldig lekker. Maar ja, ik kan het wel waarderen. We gaan het even openmaken. Ik ben heel benieuwd naar de kleur. Als er, ja, ik ga niet uit dat die echt gifgroen gaat zijn. Maar of er iets van die kiwika kleur terug gaat komen. Ik denk het niet, maar ja, je weet het niet, je weet het niet. Nee, hij is echt gewoon mooi gelig, inderdaad. Hij is hazy. Het lijkt net een beetje zelfs op een IPA qua kleur. Hij heeft wel een beetje een groenige... Ja... Tinten aan. Het is ver te zoeken, maar. Mooie, hele compacte. Beetje witte schuimkraag. Een beetje neigt net iets meer naar het crème krullige. Voor jullie is hij echt wel wit, maar ik zie hem echt ietsje donkerder. Echt heel mooi. We gaan even naar de neus. Zo dan. Echt een mooi zuurtje. Heel fris, citrus. En die kiwi haal je er ook zeker nog uit. Wat echt wel leuk is. Wat altijd wel lastig is om als je echt vers fruit gaat gebruiken bij het brouwen van een bier. Althans, dat is mijn ervaring met het proeven. Je ziet ook echt. Die schuimkraag die plakt echt ongelooflijk aan het glas. Dat komt echt door die kiwi, denk ik. Het lijkt wel of je er fijne stukjes kiwi zelfs in zitten. Wat ik zei, het is volgens mij best lastig om als je echt vers fruit gebruikt bij het brouwen weer om de smaak echt er heel goed in te krijgen. Kijk, met hops kan je natuurlijk heel veel doen. Maar ja, ik ben heel benieuwd. We gaan gewoon even proeven. Hop House, proost. Mm. Oh. Zo, die is lekker. Ongelooflijk veel smaak voor 3,9%. En dit is echt een lekker bier voor in de tuin. Echt. En deze is echt zo op. Echt fijn dat het een groot blik is. Daar ben ik echt blij om. Een heel mooi subtiel zuurtje zit erin. Super doordrinkbaar. Heel veel fruit. Die kiwi komt ook nog goed terug. Best nog een mooi mondgevoel.
super doordrinkbaar, zoals ik zei. Echt lekker. Ik ben heel benieuwd of jullie ooit wel eens een bier gehad waar curry in zat. Of misschien dat je dit bier zelfs al gehad hebt. Ik ben heel benieuwd wat je, ja, wat je ervan vindt. Ik vind hem echt lekker. Het is echt een dorstlesser. Echt een mooi zomerbier. Zoals ik wel vaak heb gezegd, ik hou echt van mijn Berliner Weisses en mijn Grosses. In de zomer vind ik echt gewoon geweldig. Dat drink ik echt 10 keer liever dan een gewoon pils. En misschien nog wel liever dan een IPA. Dus ik ben echt heel erg blij met dit bier. Ik word hier heel vrolijk van. Onderaan de video zal ik even een linkje plaatsen naar de website van Hophouse en uiteraard van de brouwerij. Neem even kijken op hun website. Van Hophouse staan echt hele leuke dingen op. Echt hele mooie IPA's van Nederlandse bodem, maar ook van buitenlandse brouwerijen dus. Misschien dat er binnenkort nog wel een bier aankomt van Hophouse op dit kanaal. Laten we even kijken. Geweldig leuk bier. Heerlijk. Onderaan de video vind je ook een linkje naar de website van de Dutch Beer Collective. Waar je reviews terug gaat vinden van Thomas, van mijzelf uiteraard. Van Remy en van Douglas. Linkjes naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. Dit was hem eigenlijk weer voor deze review. En ik zou zeggen, proost en tot de volgende keer. Cheers.